Dag kijkers. Ik ben Hermine voor RTV 48 met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Wij beginnen met het volgende nieuws. PL onderministers niet dit jaar. Brunswijk wil nu ook TCT. De meningsverschillen binnen de coalitie kwamen dinsdag opnieuw aan de orde in de Nationale Assemblee. Er is veel kritiek op het benoemen van onderministers en de scherpe toon tussen de partijen PL, Partijaluur en ABOP. De situatie werd verder bemoeilijkt doordat Pertjaya Luhur nu een eenmansfractie heeft in de nationale assemblee en zich heeft losgemaakt van de ABOP. Dit heeft geleid tot een poging van vicepresident en partijvoorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, om de ministerspost van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) te bemachtigen. Dit komt nadat president Chen Santoki eerder onder ministers had aangeboden aan de voorzitter van PL, Paul Samoharjo. Inclusief een functie bij sociale zaken en volkshuisvesting. Brunswijk gaf echter aan, over My Dead Body gaat dat gebeuren. Minister Albert Ramdin bevestigde dat er deze maand geen benoemingen van onderministers voor PL zullen plaatsvinden. Paul Somoharjo heeft maandag de namen van Rosette Virocarso van Varseveld als onderminister voor sociale zaken en volkshuisvesting en Andy Atmodimejo, momenteel onderdirecteur van sportzaken, voorgedragen aan de president. De curriculums van deze kandidaten worden nog deze week ingediend. Maar minister Ramdin maakte duidelijk dat de benoemingen deze maand niet meer aan de orde zullen komen vanwege de drukke agenda van de president met de feestdagen in het vooruitzicht. ABOP krijgt wel een onderminister bij onderwijs, wetenschap en cultuur en de presidentiële besluiten betreffende andere onderministers zoals die van binnenlandse zaken en grondbeleid. Zijn inmiddels aangepast naar tevredenheid van ABOP. Tijdens de vergadering in de Nationale Assemblée uit de fractieleider Ronny Assabina van de BP zijn bezorgdheid over het benoemen van meerdere onderministers zo kort voor de verkiezingen. Hij stelt dat het lijkt alsof dit slechts partijpolitieke belangen dient, waarbij mensen worden gepromoveerd om partijen te plezieren en de een de ander probeert dwars te zitten. Asabina sprak over een gedwongen huwelijk tussen VHP en AOP, een samenwerking die volgens hem steeds meer de indruk wekt van een scheiding, ondanks de publieke fronten. Melvin Bouva en DP uitte kritiek op het bestuur van het land, waarbij hij zei dat het lijkt alsof het bestuur gebaseerd is op een soort koehandel met plechtige beloftes en leugens die overal rondgaan. Ook werd er kritiek geleverd op het feit dat ex-minister Bronto Somoharjo, ondervoorzitter van PL, zijn kantoor moest ontruimen en de waarde van het woord van de president in twijfel werd getrokken. Wij vervolgen, beste kijkers, met het nieuws over de gezondheidszorg in Suriname. Minister Amar Hamadin van Volksgezondheid heeft de bewering van lid Melvin Bouva en die weerlegd. die stelde dat vaccins ter waarde van uw 100.000 dollar vernietigd moesten worden vanwege een defecte koelcel bij het bureau Openbare Gezondheidszorg. Bova uitte zijn bezorgdheid in de Nationale Assemblee over de situatie die volgens hem het gevaar met zich meebrengt voor vaccins tegen onder andere Gele Koorts, TBC en griep. Minister Ramadin weerlegde dit echter en gaf aan dat de koelunit ouder dan 15 jaar was, waardoor een partij vaccins niet meer veilig gebruikt kon worden. Hij benadrukte ook dat er voldoende voorraad is voor de komende drie maanden en dat er in januari een nieuwe bestelling zal worden geplaatst. Ondersteund door de PAHO, Pan American Health Organization. Boefa had tevens kritiek op de bouw van het nieuwe BOG gebouw, waarvan hij stelde dat deze was stopgezet door de Inter-American Ontwikkelingsbank. Ramadin reageerde scherp en noemde Boefa een grote leugenaar, terwijl hij aankondigde dat de nieuwbouw van Volksgezondheid eind februari 2025 wordt afgerond. Daarnaast werd Boefa uitgenodigd om de groundbreaking ceremony voor het BOG-gebouw op 18 december bij te wonen. Bouvard had verder kritiek op de staat van de gezondheidszorg in Suriname. Hij stelde dat de zorg onder deze regering een luxe is geworden: met lange wachttijden, hoge kosten voor medicatie en een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Hij merkte op dat de situatie steeds schrijnender wordt: met een tekort aan medicijnen. En een toenemend aantal medische professionals die het land verlaten. Hoewel de jaarreden verbeteringen in de zorg aankondigden, merkten patiënten en zorgverleners hier weinig van, aldus Bova. Hij vroeg zich af waarom de minister niet ontslagen was en stelde voor dat een onderminister van de ABOP de situatie mogelijk zou kunnen verbeteren. Wij vervolgen met meer nieuws. Beste kijkers, de spanning op sociale media is te voelen. Want Moxie Alesi en Masala Dox nemen het tegen elkaar op in de finale van de populaire opiniepeiling Favoriete Nationale Gerecht van Suriname 2024. Moxie Alesi, het geliefde rijstgerecht, behaalde 56% van de stemmen in de halve finale en versloeg Roti met 9,97 stemmen. Masala Dox op haar beurt liet pom achter zich en nu is het een smaakvolle strijd geworden tussen deze twee gerechten voor de titel van Surinames ultieme nationale gerecht. Tot woensdag 11 december 2024, 11.59 uur, Surinaamse tijd, kunnen Surinamers hun stem laten horen op de Facebookpagina van Jean-Luc van Charente en bepalen welk gerecht de felbegeerde titel wint. Heb jij een favoriet? Wij vervolgen met meer nieuws. Beste kijkers: Minister Dinota Vorswijk van Grondzaken, betrokken bij grondtoewijzing voor nichtje van de heer Jijnan Dunsing. In een aangrijpend verhaal over een langdurige strijd om een stuk grond in Suriname komt de heer Jijnan Dunsing naar voren, die al sinds 2017 bezig is om grond te verkrijgen die door zijn familie werd aangevraagd. Wat begon als een bureaucratisch proces, blijkt nu uit te lopen op een situatie van belangenverstrengeling en mogelijke fraude. Volgens de heer Jijnan Dunsing werd de grond waarvoor hij in 2017 zijn aanvraag indiende, uiteindelijk toegewezen aan Rohana Forswijk, een naamgenoot van de minister van Grondzaken, Dinota Forswijk. Janen Dunsing, die het grondstuk aanvankelijk aanvroeg, legt uit hoe zijn aanvraag in 2017 begon, na het verzamelen van bewijs, zoals kaarten van uitmetingen en rapporten van verschillende instanties, en na vele uren die hij doorbracht bij verschillende overheidsdiensten. Hey kijker! Heb je Hij vertelde like dat het een moeizaam proces was, waarbij nee? zijn aanvraag door het ministerie van en Grondzaken en andere Jouw betrokken instanties telkens werd doorgestuurd, te maken. maar hoe waar geen likes, duidelijke uitkomst Bedankt. In 2022, na bijna vijf jaar wachten, bleek het grondstuk echter aan Rohana Forswijk te zijn toegewezen, een secretaresse op het ministerie, en volgens Jaina Dunsing is ze bovendien een nichtje van de minister van Grondzaken. Deze ontdekking bracht de heer Jynan Dunsing ertoe om een klacht in te dienen bij de procureur-generaal... met de vraag om een grondig onderzoek naar de gang van zaken... aangezien de stukken van zijn aanvraag nog steeds in behandeling waren... terwijl de grond al was toegewezen aan een ander. Jan Dunsing benadrukt de onregelmatigheden... zoals de snelheid waarmee de aanvraag van de mevrouw Voorswijk werd goedgekeurd... binnen zes weken na indiening in 2022 terwijl zijn eigen aanvraag sinds 2017 onbeantwoord bleef. Dit lijkt wel fraude, zegt hij in een interview. Hoe is het mogelijk dat haar aanvraag zo snel is goedgekeurd terwijl ik al jaren wacht? Hij legt uit dat de grond die oorspronkelijk van iemand anders was, nu in handen van Rogana Forswijk is gekomen, die het in 2024 zelfs omgezet heeft naar eigendom. Met documenten in handen die het bewijs leveren Maakte heer Jainan Duncing duidelijk dat de toewijzing van de grond aan de mevrouw Voorswijk niet alleen snel was, maar ook te snel om legitiem te zijn. Hij heeft de situatie onder de aandacht gebracht van de media en roept op tot transparantie binnen het ministerie van Grondzaken. Dit kan niet zo doorgaan, zegt hij. Er moet onderzoek komen naar de betrokkenen. Het lijkt erop dat de naam Vorswijk niet alleen voor verwarring zorgt in de administratieve processen. Maar ook voor ernstige twijfels over de integriteit van het ministerie zelf. Hey kijker, heb je al een like voor de video gegeven en ben je al geabonneerd? Nee? Druk dan snel op die knop en steun ons. Jouw steun helpt ons om meer van dit soort content te maken. Hoe meer likes, hoe meer motivatie. Bedankt. Wij vervolgen met nieuws uit de Surinaamse politiek. De Perchaya Luger... PL opereert vanaf vandaag als een zelfstandige fractie in de Nationale Assemblee (DNA). Onder leiding van Evert Carto neemt de PL deze stap na jarenlang onderdeel te zijn geweest van de gezamenlijke ABOP-PL-fractie. Carto benadrukt dat de beslissing niet voortkomt uit conflicten, maar gericht is op een helderder vertegenwoordiging van de PL's visie en prioriteiten binnen het parlement. Hij verzekerde dat de PL een loyale partner in de coalitie blijft en zich blijft inzetten voor de ontwikkeling van Suriname. Deze verandering werd positief ontvangen door fractieleiders in de DNA. Obed Canapé van de AOB feliciteerde de PL en sprak over de blijvende broederlijke band tussen de partijen. Hij wenste Carto veel succes en moedigde hem aan om de PL's werk voort te zetten. Rabin Parmesaar van de NDP en Ronny Asabina van de B prezen de moedige stap en riepen op tot een gezonde samenwerking in het belang van het land. Gregory Rusland van de NPS en Aziz Kayadin van de VHP benadrukten het belang van de keuzevrijheid van politieke organisaties en feliciteerden Carto met zijn nieuwe rol als fractieleider. Carto reageerde dankbaar op de steun van zijn collega's en sprak zijn ambitie uit om constructief samen te werken met alle fracties. Hij blijft gefocust op het dienen van het Surinaamse volk en hoopt als zelfstandige fractie de prioriteiten van de PL sterker naar voren te brengen. Wij vervolgen met meer nieuws. Wij vervolgen met nieuws over waterbeheer in Suriname. Het Ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de rehabilitatie van pompgemalen hervat om wateroverlast effectiever aan te pakken. Dit initiatief werd kracht bijgezet door de ingebruikname van het vernieuwde pompgemaal Te Leonsberg, een belangrijke mijlpaal in het programma dat sinds november 2023 loopt. Het doel is om de ontwateringscapaciteit in Paramaribo en omliggende gebieden te vergroten. Minister Hyad Nur Mohamed benadrukte het belang van duurzame investeringen in waterbeheer. Hij noemde de rehabilitatie van verouderde pompgemalen een stap vooruit na jaren van verwaarlozing. De nieuwe pompen zijn voorzien van moderne technologie en functioneren grotendeels automatisch, wat snelle en efficiënte afvoer van overtollig regenwater mogelijk maakt. Het vernieuwde pompgemaal in Leonsberg beschikt over drie pompen, waarvan twee automatisch werken en zal bijdragen aan het afvoeren van regenwater binnen enkele uren in plaats van dagen. Naast Leonsberg worden nog twee andere pompgemalen in Paramaribo gemoderniseerd. En OW heeft miljoenen Surinaamse dollars vrijgemaakt voor renovaties in het hele land. De verbeteringen omvatten ook het baggeren van kanalen, het vernieuwen van apparatuur en de installatie van moderne voorzieningen zoals toiletten en EHBO-kits. Firesh Roziek, afdelingshoofd van sluizen, gemalen en kanalen, gaf aan dat deze werkzaamheden slechts het begin zijn van een reeks projecten die gericht zijn op een beter waterbeheer in Suriname. De ingebruikname van het gemoderniseerde pompgemaal in Leonsberg werd bijgewoond door vertegenwoordigers van OE, Unimax Contractors NV en buurtbewoners. Wij vervolgen met meer nieuws. Wij beginnen, beste kijkers, met het nieuws over de schuldpositie van SAIL NV. Het Surinaamse garnalen- en visverwerkingsbedrijf SAIL NV heeft een schuld van meer dan 15 miljoen Amerikaanse dollars. De schuld bestaat uit schulden, pensioenen. En de afkoop van arbeiders. President Chan Santoki zei dat er een team werkt aan de mogelijkheid om het bedrijf te verkopen als blijkt dat in de toekomst niet winstgevend kan blijven en de financiële stabiliteit niet gewaarborgd kan worden. De regering legt veel nadruk op het behoud van belangrijke industrieën die strategisch zijn voor de Surinaamse economie. Santoki benadrukte dat als de verkoop van CLNV daadwerkelijk doorgaat, dit zal gebeuren met de garantie dat de nationale economie niet in gevaar komt en dat werkgelegenheid en strategische belangen behouden blijven. Er wordt momenteel gewerkt aan de haalbaarheid van de verkoop van het bedrijf en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarnaast is er een deskundig team aangesteld om de herstructurering van parastatale bedrijven te begeleiden, met als doel dat deze bedrijven efficiënt kunnen functioneren en de financiële middelen. Op een verantwoorde manier worden besteed. Er wordt gewerkt aan een wettelijk kader dat zorgt voor transparantie en toezicht op de werking van parastatale bedrijven. De verwachting is dat deze conceptwet in januari 2025 naar het parlement zal worden gestuurd. Minister Seudien van LVV gaf in oktober aan dat als het bedrijf wordt verkocht. er geen visserijactiviteiten op de locatie aan de Cornelis-Jogbouwstraat mogelijk zullen zijn. Vanwege klachten van omliggende bedrijven en toeristen. Aangezien het gebied toeristisch is, zou het volgens de minister beter zijn om een hotelketen de locatie over te laten nemen. Wij vervolgen met het nieuws over de kerstpottenactie van het Leger des Heils. De kerstpottenactie van het Leger des Heils verloopt goed, met al meer dan SRD 500.000 ingezameld van het streefbedrag van SRD 1 miljoen. Guillermo Damon, PR-voorlichter van het Leger des Heils, liet weten dat gulle donateurs zoals Rosabel Gold Mines, USD 2500 en de Vitali Group of Companies, RISD, hebben bijgedragen aan het succes van de actie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen blij te maken met kerstpakketten en naast de actie organiseert het Leger des Heils kerstdiniers voor kinderen in Paramaribo en Nikkiri. De registratie voor de kerstpakketten vindt plaats op 16 december... bij het hoofdkwartier van het leger des Heils... en de pakketten worden op 19 december verstrekt. Prioriteit wordt gegeven aan 60-plussers, mensen met een beperking... en gezinnen met meer dan drie kinderen. Er kan tot na de kerstdagen gedoneerd worden... en de kerstpotten staan dit jaar bij verschillende locaties... zoals Kierpalani en Hermitage Mall. Tot slot, beste kijkers... Het nieuws over Huize Asciana. Huize Asciana, een bejaarde tehuis in Paramaribo, heeft een waardevolle donatie ontvangen van de Gonini Foundation. Dankzij deze gift konden zowel de binnenverlichting als de straatverlichting op het terrein van het tehuis worden vernieuwd. De verlichting was al geruime tijd onvoldoende, wat niet alleen het comfort van de bewoners beïnvloedde, maar ook hun veiligheid en die van het personeel in gevaar bracht. Met de vernieuwde verlichting genieten zowel bewoners als medewerkers van een veiliger en comfortabeler verblijf. De leiding van Huizen Asciana, samen met de bewoners, willen hun dank uitspreken naar Siegfried Jalink en de Gonini Foundation voor hun onmisbare steun. Deze donatie heeft niet alleen een grote impact op de veiligheid, maar versterkt ook de gemeenschap binnen het tehuis. Wij vervolgen met meer nieuws. Beste kijkers! Wij beginnen, beste kijkers, met het nieuws over de artsen en het SZF. Op 5 december 2024 besloot de sectie Medische Specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, tijdens haar algemene ledenvergadering dat per 16 december 2024 consulten voor SZF-patiënten alleen nog tegen contante betaling zullen worden uitgevoerd. Dit besluit is het resultaat van jarenlange pogingen om met het Staatsziekenfonds, SZF, tot structurele oplossingen te komen. Die helaas op niets zijn uitgelopen. De artsen geven aan dat het SZF voortdurend in gebreken blijft met het nakomen van betalingsverplichtingen. Alleen acute zorg, CITO-zorg, zal nog worden verleend om het welzijn van de patiënten te waarborgen. De VMS heeft herhaaldelijk concrete voorstellen gedaan, zoals het invoeren van een transparant administratief systeem en een direct declaratiemodel, maar de SZF-directie heeft deze keer op keer afgewezen. Dit heeft geleid tot een ernstige vertrouwensbreuk. De artsen eisen dat de achterstallige betalingen worden uitgevoerd en dat één tarief voor alle patiënten wordt ingesteld, zoals eerder was afgesproken. De artsen willen ook dat betalingen voortaan tijdig plaatsvinden. Omdat er geen verandering is gekomen in de situatie, zijn de specialisten genoodzaakt deze ingrijpende maatregel te nemen. Wij vervolgen met het nieuws over de boeren in Nikkerie. De Belangengroep Padi-Verbouwers Nikeri, BPM, heeft haar teleurstelling uitgesproken over het gebrek aan steun van president Chandrika Persat Santoki. Voorzitter Ashwin Jagmohan Singh geeft aan dat de boeren zich in de steek gelaten voelen en daarom dringend een gesprek willen met de president. De boeren wijzen erop dat ondanks meerdere pogingen om met de president te praten, dit nog niet is gelukt. Een belangrijke zorg is de betaling van schadevergoedingen aan 56 boeren. Volgens het ministerie van Financiën zouden alle boeren inmiddels zijn uitbetaald, maar de BPN betwist dit. Zij beweren dat niet alle boeren hun geld hebben ontvangen en sommige boeren hebben slechts een fractie van het beloofde bedrag gekregen. Jagmohan Singh noemt de uitspraken van het ministerie een pertinente leugen en roept op tot een grondig onderzoek. De boeren zijn afhankelijk van deze financiële steun om hun bedrijfsvoering voort te zetten en vinden het onbegrijpelijk dat er geen duidelijkheid is over de betalingen. De BPN benadrukt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet voldoende doet om de landbouwsector te ondersteunen en ze dringen aan op presidentieel ingrijpen. De boeren hopen dat president Santoki, die binnenkort Nikari zal bezoeken, alsnog tijd zal maken om hun zorgen persoonlijk aan te horen. De BPM blijft aandringen op een dialoog en actie van de regering om de problemen in de landbouwsector op te lossen. Wij vervolgen met meer nieuws. Beste kijkers, wij beginnen, beste kijkers, met het nieuws over de sociale instellingen. De overheid blijft de sociale instellingen in Suriname in de steek laten, doordat de subsidie die zij ontvangen niet op tijd wordt uitbetaald. De directeur van huisen campagne heeft aangegeven dat zij sinds 2018 een aanvraag voor subsidie heeft ingediend, maar nooit in aanmerking is gekomen. In plaats van de nodige financiële ondersteuning ontving zij wel levensmiddelen van de overheid, maar ook deze steun is nu stopgezet. De directeur vraagt zich af waarom er geen levensmiddelen meer worden gedoneerd en waarom haar instelling nog steeds niet in aanmerking komt voor de benodigde subsidie om het kindertehuis draaiende te houden. Volgens de directeur wordt er steeds gezegd dat het geld door het ministerie van Financiën moet worden vrijgemaakt, maar het blijft onzeker wanneer dit zal gebeuren. Dit zorgt ervoor dat de directeur zich vooral moet richten op het aantrekken van donateurs om de 74 kinderen in het theehuis van dagelijks onderhoud te voorzien. Ook de Kennedy Stichting, een andere sociale instelling, heeft al personeel moeten afvoeren vanwege de afname in het aantal kinderen. De directeur van de Kennedy Stichting heeft eerder aangegeven dat zij het thuis zal moeten sluiten als de subsidie niet tijdig wordt uitbetaald. De directeuren van verschillende sociale instellingen hebben aangegeven dat de situatie steeds nijpender wordt en dat ze niet langer genoegen willen nemen met mooie woorden. Ze hopen dat de regering haar beloftes waarmaakt en de subsidies op tijd uitbetaalt. In de tussentijd rekenen zij op de gemeenschap om te doneren zodat ze de kinderen en senioren een fijne kerst kunnen geven. Wij vervolgen met het nieuws over Brunswijk en de Perjaja-Luhur. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft fel gereageerd op de poging van de Perjaja-Luhur, PL, om invloed te krijgen op de ministeries waar de ABOP aan het roer staat. Brunswijk waarschuwde de PL om zich niet te mengen in zaken die onder het beheer vallen van zijn partij. Hij benadrukte tijdens een partijbijeenkomst dat de AB ook de leiding heeft op ministeries zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, en dat de PL geen invloed mag uitoefenen op deze ministeries. Brunswijk stelde dat als de VHP de PL in de coalitie wil behouden, ze hen maar een plek moeten geven op VHP-ministeries. Brunswijk maakt duidelijk dat de PL voor hem persona non grata is op ABOP-ministeries. Hij verwees naar de eerdere dreiging van partijvoorzitter Paul Somoharjo om de coalitie te verlaten als de PL geen invulling zou krijgen op het ministerie van Binnenlandse Zaken, wat uiteindelijk niet gebeurde. Dit besluit lijkt Brunswijk te irriteren en hij stelt dat de PL niet langer thuis hoort in de coalitie. Hij benadrukt verder dat de ABOP in samenwerking met nieuwe partners zoals PDO en NSK vooruitkijkt naar nieuwe politieke allianties voor de komende verkiezingen. Wij vervolgen met het nieuws over de quarantijnbrug. De bouw van de brug over de quarantijnrivier die Suriname en Guyana met elkaar moet verbinden, loopt vertraging op. Guyana heeft zijn voorbereidingen afgerond en is klaar om zijn aandeel in de financiering van het project bij te dragen. De vertraging komt echter van Surinaamse zijde, die gebonden is aan strikte voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, in het kader van een herstelprogramma. Suriname heeft momenteel niet genoeg financiële ruimte, maar probeert toch een lening aan te trekken om bij te dragen aan de kosten van de brug. De bouw is begroot op 236 miljoen Amerikaanse dollar, een bedrag dat is afgesproken met China Road and Bridge Corporation, die het project zou voorfinancieren. Echter, complicaties rondom de schuldherschikking met China hebben de voortgang vertraagd. Nu Suriname een akkoord heeft bereikt over de schuldherschikking, Wordt er gewacht op groen licht van het IMF om de lening mogelijk te maken? President Chandrika Parsat-Santoki heeft aangegeven dat er een evaluatie met het IMF volgt en als Suriname de gestelde doelen behaalt, kan er opnieuw verantwoord worden geleend. Tot die tijd is het Suriname verboden om nieuwe leningen aan te gaan, zelfs niet voor de bouw van de brug. De brug, die symbolisch is voor regionale samenwerking, kan pas worden gerealiseerd. Als Suriname de goedkeuring van het IMF heeft ontvangen. Wij vervolgen met meer nieuws, beste kijkers. Wij beginnen, beste kijkers, met het nieuws over een tragisch ongeluk aan de Ringweg Zuid. Op zaterdag 30 november 2024 vond omstreeks 17 uur een dodelijk ongeval plaats ter hoogte van een goudopkoopbedrijf aan de Ringweg Zuid. Bij de aanrijding kwam de 54-jarige e-biker F.S. om het leven. Het ongeluk betrof een botsing tussen drie motorvoertuigen en een e-bike. De duo-rijder MR, 33, die niet aanspreekbaar was, werd met spoed naar het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP gebracht, waar hij dezelfde dag omstreeks 13.26 uur overleed. De meerheidster RR, die pijn aan haar voorhoofd en borst klaagde, werd ook naar het AZP vervoerd en na behandeling weer naar huis gestuurd. Het voorlopige onderzoek van de politie wijst uit dat de drie voertuigen kort voor de aanrijding over de ringweg zuidreden. De e-biker FS was de voorrijder, gevolgd door twee automobilisten, BM65 en LD. LD probeerde BM in te halen, week uit naar rechts en versnelde, wat leidde tot een botsing met de achterzijde van BM's voertuig. Door de impact schoot BM's voertuig naar voren en raakte de e-biker en zijn duo die tegen een EBS-mast botste. Het voertuig van BM draaide verder en kwam voor pand nummer 77 tot stilstand. De e-biker overleed ter plaatse. Een arts stelde officieel de dood van FSS'en vast en de materiële schade aan de voertuigen was aanzienlijk. Beide automobilisten werden door de politie meegenomen voor verhoor en LD werd in verzekering gesteld vanwege het veroorzaken van de aanrijding en de dood van een ander. Het rijbewijs van LD, die niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs werd ingevorderd. Het lichaam van FS werd voor obductie in beslag genomen. Wij vervolgen met het nieuws over de problemen met de Monicarta in Post-Utrecht. In het dorp Post-Utrecht in Nikkerie wordt het probleem rond de Monicarta steeds erger. Veel mensen verdienen weinig en kunnen geen Monicarta verkrijgen. De hoofdbasia van Post-Utrecht, Stefanus Simons, meldt dat hij veel moeite heeft gedaan om Monicarta voor deze groep burgers te regelen, maar zonder succes. Bovendien werd recent de MoniCarta van een Basia stopgezet omdat haar inkomen van SRD 5000 per maand als voldoende werd beschouwd. Simons vindt het onbegrijpelijk dat mensen met veel geld wel een MoniCarta kunnen krijgen, terwijl arme mensen geen toegang hebben. Er is volgens Simons een gebrek aan transparantie bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van de MoniCarta. Er zijn veel mensen die werken bij particulieren en toch in aanmerking komen voor een Monikarta. Terwijl arme gezinnen die wachten op hulp nog steeds geen ondersteuning hebben ontvangen. De bewoners van Post Utrecht leven voornamelijk van jacht- en visvangst. Maar door de afname van visvangst wordt het steeds moeilijker voor hen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij vervolgen met het nieuws over SNF-patiënten. Vanaf 16 december 2024. Zullen patiënten van het Algemeen Ziekenfonds SRF verplicht zijn om hun zorgkosten in contanten te betalen. Dit besluit is genomen door het SRF vanwege een aanhoudend probleem met achterstallige betalingen en een verhoogde druk op het zorgsysteem. Het SRF heeft aangegeven dat patiënten zonder de mogelijkheid om contant te betalen geen medische diensten meer zullen ontvangen. Dit zal vooral invloed hebben op de lagere inkomensgroepen. Die vaak afhankelijk zijn van het SRF voor medische zorg. De maatregel komt op een moment dat de gezondheidszorg al zwaar belast is en de patiënten zullen, naar verwachting, te maken krijgen met extra uitdagingen in het verkrijgen van zorg. Wij vervolgen met meer nieuws, beste kijkers. De politie heeft op zondag 8 december vier personen aangehouden. in verband met een gewelddadige overval op een douanier en haar gezin. Het gaat om drie mannen, RM. D.J. en Jo.L. en een 22-jarige vrouw, C.A. De vrouwelijke verdachte meldde zich een dag later vrijwillig bij de recherche en werd direct in hechtenis genomen. De overval vond plaats op woensdag 6 november. Vijf gemaskeerde mannen, waarvan één gewapend met een vuistvuurwapen, drongen het huis van de 57-jarige douanier, K.W., binnen. Ze hadden de bewaker van het terrein gekneveld voordat ze toegang kregen tot de woning. De daders overrompelden de gezinsleden in hun slaap, maar een worsteling tussen de heer des huizes, zijn zoon en de overvallers verhinderde dat de daders waardevolle spullen konden meenemen. Vader en zoon raakten gewond tijdens het incident en kregen medische behandeling in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Tijdens hun vlucht schoten de daders intimiderend in en buiten de woning. Later onderzoek toonde aan dat ze zich na de mislukte overval verstopten in het huis van de vrouwelijke verdachte, zoals te zien was op camerabeelden. Na verhoor zijn de mannen Joel en DJ vrijgelaten, maar RM en CA blijven in hechtenis op last van het Openbaar Ministerie. De politie werkt verder aan de aanhouding van andere verdachten die bij deze en andere overvallen betrokken zijn. Twee van hen, DF en MW, waren al eerder gearresteerd voor andere misdaden. Dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken. Ik ben Hermine voor RTV 48. Like en abonneer, dan ziet u ons terug in de volgende uitzending. Eet smakelijk en tangboeng.